Vond fietsen op je fiets niet meer veilig en wil je toch mobiel blijven? Dan kan een driewieler de oplossing zijn. Wij gaan kijken bij de fietsmaker in Ravenstein en bij Cycle Station in Schaik, want daar hebben ze de mogelijkheid om van je eigen fiets een driewieler te maken. Dag Anton Wiegers, jij bent een soort van uitvinder, want jij hebt een uitvinding gedaan een jaar of 15, 20 geleden. 20 alweer, dat, 24 jaar geleden. Ja, een uitvinding gedaan om van een gewone fiets een driewieler te maken. Ja. Hoe kwam dat zo? Nou, ik hou niet zozeer van het woord uitvinding, maar meer een oplossingsgerichte apparaat om van een tweewieler een driewieler te maken. En dat had te maken met het gegeven dat iemand aan mij vroeg, aan mijn vrouw in dit geval zelfs, mijn vader heeft een hartaanval gehad, hij wil weer graag fietsen en nou stapt hij op zijn fiets en hij valt er vanaf. Kan die vent van jou niet iets bedenken voor mijn vader, zodat hij weer kan fietsen? Nou, dat heb ik gedaan. Ik denk, ja, van twee wielen moet je naar drie wielen, dan val je minder snel om. Maar het woord, de voorwaarde was, hij was erg gehecht aan zijn eigen fiets. Dus die eigen fiets, die moest behouden blijven. Nou, de oplossing is dan dat je, of zijwieletjes, hè, zoals je dat met je kleinkinderen doet. En mijn oplossing was het wiel eruit en een ding ontwikkelen, ontwerpen. Dat heb ik van huis uit geleerd. Ik heb een technische achtergrond. Om dan van een apparaat te maken waar die twee wielen aan zitten, dat te incorporeren of in te bouwen in de bestaande fiets. En dan had je een driewieler. Dag Paul Tonen. Je bent van de driewieler Twarby. Leg eens uit, wat is een Twarby? Twarby, dat is een module waarmee je eigenlijk van bijna elke tweewielfiets een stabiele driewielfiets kunt maken. Dat is eigenlijk het idee van de Twarby. En het is geboren uit het idee dat er ook steeds meer fietsongelukken plaatsvinden. Vooral veel mensen hebben problemen met op- en afstappen. En daarmee hebben we gewoon een goede oplossing gevonden waarmee je van je tweewieler een driewieler kan maken. Steeds meer mensen die zijn ook in de bezit van een goede fiets. Dus waarom zou je een complete dure driewielfiets kopen als je je eigen fiets kunt upgraden met een Twarby, zodat je toch langer zelfstandig en mobiel kunt blijven. Verschillende aandoeningen of mensen met verschillende letsels komen voorbij. Dat kan zijn, denk bijvoorbeeld aan een lichte hersenbloeding of herseninfarct, neuropathie, dus gevoelloosheid in de benen. Parkinson hebben heel veel klanten voor. Maar ook gewoon mensen die door angst in het verkeer, omdat het steeds drukker op de weg wordt, eigenlijk niet meer durven te fietsen en door ook de hogere leeftijd een keer gevallen zijn met de fiets en daardoor denken van hey, misschien moet ik eens in actie komen voordat het dadelijk een keer goed misgaat. Ja. Het jammer is eigenlijk dat mensen te lang wachten met overstappen en ja, vervolgens zijn ze in een dermate stadium dat een driewieler eigenlijk al een brug te ver wordt. Dus wat wij ook vaak aangeven is vaak: jongens, kom op, stap nou gewoon over. Stap over die gêne heen die je misschien hebt van die driewieler. En begin er gewoon aan, want dan zorg je dat je je fietsplezier misschien nog wel met 5 of 10 jaar verlengt, zonder dat je echt gekke dingen hoeft gaan te doen. Ja, maar de meeste mensen, net wat je zegt, hebben een soort van gêne. En wanneer zou je dan moeten overstappen van je eigen fiets te laten ombouwen naar een driewieler? Wanneer zou het dan moeten zijn? Nou, eigenlijk op het moment dat je jezelf onveilig begint te voelen of onzeker begint te voelen. En zeker geven wij ook aan naar, we hebben 150 dealers in Nederland, geven wij ook aan naar die dealer van, goh, krijg je iemand binnen met schade, gevallen, ongevallen, in de bocht onderuitgeschoven, dat soort dingen, maak dat bespreekbaar. Nou, eigenlijk is het zo dat ik als ergotherapeut vaker mensen begeleid om mee te denken als mensen niet meer goed op een tweewieler, hè, een gewone fiets kunnen fietsen, wat dan de alternatieven zijn. En tegenwoordig, iedereen wil fietsen en merken we steeds vaker dat we uitkomen op een driewielfiets. Vooral om valincidenten te voorkomen. Gelukkig willen mensen steeds vaker actief blijven.
En Nederland is een fietsland. Dus mensen die willen graag in beweging blijven, willen fietsen, zijn ook veel actiever. Dus we willen echt meedenken, hoe kan iemand zo lang mogelijk blijven fietsen? Ja, en zich kunnen verplaatsen zelfstandig. En dat is eigenlijk het stukje waar wij met als ergotherapeut over meedenken. En met een driewielfiets kunnen mensen veel beter hun evenwicht houden. En vallen ze niet zo gauw. En als iemand nou zegt van, ja hallo, ik ga toch zeker niet met zo'n driewieler fietsen? Ja, nou, dat mag. Maar vaak is het zo dat mensen moeten wennen aan het idee dat een driewielfiets eigenlijk een heel algemeen gebruikelijk middel is. Mensen zijn er steeds meer aan gewend. Je ziet ook steeds vaker mensen op een driewielfiets fietsen. Het is veiliger. Vooral het op- en afstappen gaat makkelijker. Want je kan een fiets stilzetten, opstappen en veilig afstappen. En daar gebeuren ook heel veel ongelukken mee. Dat realiseren mensen zich vaak niet. Ja. Ja, en met z'n driewielen kun je gewoon blijven zitten, hè, als je stilstaat. Ja, je blijft zitten. En je bij verkeerslichten een stuk veiliger, bij oversteken. Bij onoverzichtelijke situaties kan je rustig blijven zitten. Ja. En van daaruit de situatie overzien, zonder dat je omvalt. Riet Spierings, jij bent ervaringsdeskundige. Jij hebt een Twarby, jouw fiets is omgebouwd naar een Twarby. En nou ben je heel erg blij, vertelde je. Nou, waarom? Ik heb een Tia gehad en ik ben evenwichtstoornissen. En toen moest ik dan een driewieler. Nou, ik heb echt gehuild. Want? Waarom huilde je? Vond je het zo erg om een driewieler? Ik dacht, oh Riet toch. Dan moet ik toch altijd, invalide dacht ik eerst. Ja. Maar ik ben zo blij. Ik kan overal naartoe. En ik heb hier familie zitten, 6 man. Als je gewoon niet thuis is, nou dan ga ik. Ja. Alleen, ik kan naar mijn vriendinnen. Ik heb 3 kinderen hier wonen. Daar kan ik naartoe. Ik ben hartstikke gelukkig. En ik zeg altijd, dit kan ik nog. Heel fijn. En heb je lang moeten leren om te fietsen met de driewielfiets? Nou, ik mocht de eerste keer fietsen en ik zat mee in de berm. Van de weg. Ja. En toen heb ik toch gezegd, ik kreeg toen 10 lessen. En er is toen iemand met mij meegegaan. En de eerste les ging moeilijk. En de tweede les ging iets beter. Ik heb 4 lessen gehad en de fiets over naartoe. Ik hoef niet thuis te blijven. Ja. Had anders wel moeten. Ja. Dus iedereen die een beetje onzeker is of iedereen die een TIA heeft... Ik ben het aan. Ja. Goed zo, dankjewel. Ja, ik ben nog zo gelukkig. Ja. Dat ik dat nog allemaal kan. Ja, fijn hè. Ergotherapie wordt voor 10 uur vergoed door de zorgverzekering. Dus elk verzekerd persoon, iedereen is verzekerd in Nederland, krijgt voor 10 uur ergotherapie vergoed. En van daaruit kunnen wij met mensen op zoek gaan, nou, is een driewielfiets de beste oplossing voor u om uzelf te kunnen verplaatsen? En als mensen overwegen om een driewielfiets aan te schaffen of aan te vragen bij de gemeente, dan gaan we dat eerst uitproberen. En hier bij Ronald, bij Cycle Station Schaik, staat een driewielfiets van de Twarby en die kunnen we gewoon uitproberen hier. En dan kunnen mensen op hun gemak het besluit nemen van, hey, is dit iets? Voel ik me inderdaad veiliger op zo'n fiets? Zie ik het zitten en ga ik een aanschaf doen of een aanvraag bij de gemeente bijvoorbeeld? Zijn er ook mensen die het nooit leren? Ja, die zijn er ook. Dus daar moet ik heel eerlijk in zijn. Dus als ik 10 mensen op een testdag krijg en die laat ik proeffietsen, dan is het zo dat 2 van die 10 fietsen er zo op weg. Dat is ook onbegrijpelijk. En dan zitten er ook 2 van die 10 bij die te lichamelijk beperkt zijn of waar de angst te diep zit. Dat er echt geen passende oplossing is. Dan moet je kijken naar een andere driewielfiets of andere mobiliteitshulpmiddelen. Maar de grote groep, 60%, die is gebaat bij vaker te oefenen. En we merken dat als je vaak een tweede keer met de ergotherapeut individueel gaat oefenen, dan merk je al vrij snel dat het beter gaat. Ja. Hoe lang duurt het om zo'n fiets om te bouwen? Gemiddeld, dat hangt een beetje van de fietsenmaker af. Je bent minimaal 4 uurtjes bezig om dat om te bouwen. Het lijkt heel erg makkelijk, maar omdat alle onderdelen los zitten, moet je in elkaar zetten en de aanpassing aan de fietsen. Kun je het ook zelf? Nee. Nee, dit is... Waarom niet? Nou, er is toch wel wat meer techniek nodig.
Dus het voordeel is dat we heel vaak met een bestaande fietsen dat ook kunnen inbouwen eigenlijk, zoals het hoort. Stel dat je later je eigen fiets weer gewoon wilt gaan gebruiken, kan je dan weer terugbouwen naar een tweewieler? Ja hoor, dat kunnen wij terugbouwen, want de bestaande wiel halen wij eruit. Die geven wij geheel aan de klant mee. Remleidingen geven we mee, de remmen geven we mee. Dus wil je de fiets ooit verkopen, bouwen wij gewoon om zoals je voorheen had. Ja. Dus de mogelijkheden bestaat wel dat je gewoon een normale fiets weer kan maken. Ja, ik ben nog zo gelukkig. Dat ik dat nog allemaal kan. Ja, fijn hè?